De 2024 Lamaat Lesser Antilles Medical Assistant Team, missie, heeft de missie van het vorig jaar zeer zeker overtroffen. In de afgelopen 10 dagen zijn er tumoren verwijderd, ingeklapte longen behandeld, tanden uitgetrokken en het gezichtsvermogen gecorrigeerd, maar er zijn ook ziekenhuisapparaten gerepareerd en werd er een splinternieuwe reparatiekamer in gebruik genomen, terwijl het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo nieuwe vaardigheden is bijgebracht. De Amerikaanse ambassadeur Robert Foucher zei vandaag bij de afsluiting van de missie dat bij de start de afspraak werd gemaakt dat de cijfers voor dit jaar hoger moesten liggen dan het vorig jaar. En precies dat gebeurde. Dit benadrukt alleen nog meer de sterke en belangrijkste relatie die Wim van Verenigde Staten heeft met Suriname. Dit is een heel goede voorbeeld waarop bleek dat het succes op dit gebied de hechte samenwerking tussen onze democratieën alleen nog meer versterkt. Onze teams van zeer bekwame dokters, verpleegkundigen, tandartsen, technici en ondersteunende personeel, die nauwe samenwerking is een voorbeeld van de beste Surinaamse en Amerikaanse fundamentele waarden. In totaal kregen meer dan 1500 Surinamers medische zorg en is er meer dan 250.000 Amerikaanse dollar aan het gezondheidssysteem van Suriname toegevoegd. De hulpmiddelen zijn niet alleen ingezet voor de missie, maar zijn een blijvende bijdrage aan de gezondheidszorg van ons land. Volgens Foucher zal deze missie in de komende jaren dan ook worden uitgebreid en voortgezet. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zegt dat door alle uitdagingen die het ministerie doormaakt om de gezondheidszorg in het land te garanderen, de missie enige vorm van verlichting brengt. Gives our teams relief, gives our team rest. It's not a secret also that Suriname is facing, just as a lot of regional countries or countries in the region, a huge challenge of brain drain. And brain drain is in the past 3 years, let's say post-COVID-19, taking speed, accelerating in such a way that we have never experienced this in Suriname. So our healthcare workers are seeking guarantees for their future, just as everyone, I think. But this has an impact on the continuity of basic healthcare and also tertiary, secondary and tertiary care. We see, and we have, I am proud, that we have our capacity of delivering nurses every year. De missie begon op 19 februari met een militair medisch team van 45 Amerikaanse deskundigen met ondersteunend personeel en werd verder ingezet bij de Stichting Jeugd aan Verzorging, de Medische Zending en het regionaal ziekenhuis Wanica. De leden van Lamaat Missie kregen aan het eind van de ochtend een aandenken voor hun deelname.